We weten allemaal dat als er een nieuwe iPhone komt, er idioot veel gekken zijn die in de rij gaan staan. Maar dat er nu ook gekken zijn die dat voor een ander doen, is nieuw. Wat wij bedacht hebben is dat wij gewoon voor jou in de rij gaan staan. En dan hebben jullie personeel en die zetten jullie in die rijen. En die gaan natuurlijk op tijd in die rij staan. Hoe gaat het hier nu? Het gaat best wel prima. Er komen ook mensen langs die dingen voorstellen, zoals mag ik een plek kopen voor 200 euro en dat soort dingen. En hoe zit het met eten? Dat komt er eigenlijk aan, zo te zien. Eventjes iedereen een gezellige avondsnack brengen. Hier kan je de nacht toch helemaal niet mee doorkomen? Kleinigheidje, tuurlijk. Om de sfeer een beetje erin te houden. Ja, nou, geloof me, de sfeer zit er in ieder geval goed in. Dus daar ligt het niet aan. Als je klanten hier 50 euro voor vraagt, lijkt het me niet dat het echt booming business is of zo. Niet, het kost alleen maar geld. Maar ja, het is ook een stukje fun. Dus je betaalt om te werken? Eigenlijk wel, ja. Ja. We gaan niet slapen, we blijven wakker voor altijd. Dus we gaan door tot morgen vroeg, want we zijn niet moe genoeg. Nou, heel veel mensen vragen zich dus af hoe mensen die hier in de rij staan het overleven. Wij geven alvast een paar handige tips. Tip 1, neem genoeg bier mee. Tip 2, gebruik je bier. Tip 3, drink nooit alleen. Cheers. Zou je nu niet gewoon heel hard willen wegrennen met die twee toestellen? Nee, totaal niet. Heb je het allemaal niet voor niks gedaan? Ik heb het sowieso niet voor niks gedaan. Dus. Hey, waar heb je het nu voor gedaan? We hebben wat vriendschappen gesloten, nieuwe mensen ontmoet. Oké, ik heb hier de iPhone en poesje. Super. Die je erbij wilde hebben. Dus jij bent degene die hem betaald heeft om een slapeloze nacht te bezorgen, zodat jij een iPhone hebt. Dat is ook een manier hoe je het kan zeggen. Het is ook iemand die, terwijl ik moest werken, toch mogelijk heeft gemaakt dat ik snel een iPhone heb.